Tijdens een recessie krimpt het bruto binnenlands product 2 kwartalen op rij. Simpel. Ja, dat is de theorie. Maar sommige recessies treffen slechts enkele sectoren, terwijl andere impact hebben op een hele economie. De ene recessie is de andere dus niet. Volgens sommige economen zijn ze een normaal deel van de economische cyclus, al blijven ze onvoorspelbaar. Er bestaan wel ingrepen om een recessie in te korten. Overheden kunnen de belastingen aanpassen en centrale banken kunnen de rente wijzigen of geld bijdrukken. Uitzonderlijk zware recessies heten depressies en gaan samen met veel menselijk leed. De grote depressie van 1929, nog steeds de ergste ooit, en de grote recessie uit 2008 kent dan ook iedereen. Gelukkig staan we er niet helemaal hulpeloos tegenover.